Hoi, welkom bij mijn video waarbij ik nieuwe technieken ga proberen. Ik weet nog niet helemaal hoe dat dan gaat lopen. Momentje. Ik heb hier een aantal spullen staan. We gaan eraan beginnen. We beginnen met de Revolution Conceal & Correct. Waarvan ik er 4 bleek te hebben in de kleur peach. En we gaan even... onder de ogen een beetje corrigeren. En nu had ik bij Nina Ubi gezien dat zij dat niet rechtstreeks aanbrengt, maar gewoon een beetje op de hand doet en dan met een vinger, omdat je eigenlijk gewoon niet zoveel product nodig hebt. Ik pak wel even mijn doekje erbij om mijn hand steeds af te vegen. Ik ben een beetje nerveus, heb je door? Ik heb hier een concealer van Revolution. De Conceal and Hydrate Radiance Concealer with Hyaluronic Acid en Acai, denk ik. En dit is C13,5. Nou, dit is... Zie je het gebeuren? Dit gaat hem natuurlijk niet worden. Maar we gaan underpainten. Ik heb het vooral bij Nina Ubi heel veel gezien. Dan trekt ze eigenlijk vanaf hier de bovenkant van je oor, zeg maar. Zo over de wang. En dan niet te ver naar binnen. Zij doet hier. Wat? Zij doet ook de kaaklijn. Dat doe ik eigenlijk nooit. Oké, let op. Dan heb ik ook de Conceal and Hydrate in de kleur, dit is de C1, om een beetje te highlighten. Dus die doen we dan zeg maar hier, een beetje hier, een beetje bij de mondhoeken liften. En een beetje bij de ooghoeken liften. Ja. En dan heb ik mijn eigen concealer. Dat is C3. Dat is gewoon de normale concealer. Die doen we een beetje onder. En hier bij de neus. Ja, ik ben echt heel nerveus hiervoor. Dan heb ik een contourpen. Nou, zullen we dat na de foundation doen? En dan doen we eerst de lichte kleuren. Oké, ik ben geen make-up artist, dus dit ziet er echt belachelijk uit.
ik weet dus niet wat ik doe. En dit is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. De bedoeling is, echt, die grijze haren die zijn zo... Dit was niet de bedoeling. Dat je het een beetje op dezelfde plek houdt. Dat is hierover duidelijk niet gelukt. Zo, nou, dit is hoe je sponsor uitziet. Ik heb als foundation gekozen voor de CC Perfecting Foundation. Ik denk dat ik die ook gewoon in C3 heb. F1. Die heb ik in F1, maar ik heb ook de Conceal and Hydrate. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Het ziet er belachelijk uit. Nou, ik doe de Conceal and Hydrate. Ik even wat dingen weghalen. Dan, ja, zo doet zij dat niet hoor. Maar ik dot altijd her en der wat op mijn gezicht gewoon. Oh, en dan ga ik dat uitblenden. En dan zou je... een hele mooie blend van die contour moeten blijven zien. Ja, hier is nu geloof ik een vuile nek. Die haren echt. Die zitten gewoon vast hoor, maar... Oké. Zo ziet het eruit. Ja, ik zie het wel. Dit zou ik niet meer doen. Dit is net of ik een vieze nek heb. Maar dat ligt ook aan mijn blending technieken. Vooral hier vind ik het erg mooi gelukt. Oké, het underpainten. Wat vind ik ervan? Ik zie er het nut van in. Oh, dit heb ik ook niet goed geblend. Het is echt vreselijk. Ik zie er het nut van in. Ja. Kijk hier. Heel mooi zo. Het slaat heel mooi in. Oké, het geeft wel meer... schaduw, dat moet ik eerlijk toegeven. Het heeft meer oefening nodig. Ik vind het niet zo makkelijk als zij het eruit deed zien. Dan heb ik een contourstick van Revolution. En dan gaan we...
De neuscontouren. Ja. Dat is tegenwoordig ook blijkbaar een ding. Nou. Doorblenden naar je. Wenkbrauw. Ja. Ik zie het wel. Ik merk gewoon dat ik er vooral niet heel erg goed in ben. Maar ik zie het wel. Oké. Lippencontouren. Vergroten. Heb ik gezien bij Eddie Glimes. Er zijn 1001 manieren. Wat veel mensen doen is alleen de binnenkant. En dan krijg ik zo'n soort Bratz idee zo. Wat ik dan doe. Ik trek mijn lippen plat. Beetje zo. En dan ga ik er overheen tot 2/3 ongeveer, zeg maar hier. En dan naar mijn eigen mondhoek. Dus in de hoek vind ik mijn eigen liplijn terug. Dan een beetje uitvegen. Neem een neutrale kleur die goed bij je. Zo. Die goed bij je eigen huidskleur past. Een nude, feitelijk. Kijk. Je creëert als het ware een schaduw. Dan vetten je de buitenkant ook een beetje in met het potlood. Kijk. Ja, ik zie het echt. Ik heb niet hele dunne lippen. Ik heb ook niet hele dikke lippen. Maar ik zie het echt. Het is echt iets waarvan je denkt, wow. En dan doe je daarna gewoon een lippenstiftje op. Een beetje in een neutrale kleur ook. Je kan ook een gloss nog extra bij doen. Daar kies ik niet voor. Ik ben niet zo'n gloss persoon. Mijn ketting zit in de knoop. Heel irritant. Heel irritant. Misschien zou ik het met die Makeup Revolution concealer één kant tegelijk doen. Maar goed. Ik heb de 5 in de box van Catrice. En een paar kwastjes hier zo om te gaan lijnen. Dan gaan we eerst even. Ik pak even een fluffy kwastje. De lichtste matte kleur op het hele ooglid doen. Gewoon even als basis. Dat er even iets neutraals zit.
zo. Dan neem ik de afgesneden kwast, zeg maar. Even kijken of er nog iets op zit, want die heb ik gebruikt voor mijn wenkbrauwen. En dan ga ik in de donkerste kleur. Ik tip er zo in. Ja, ik trek toch mijn oog een beetje plat zo. En dan duw ik hem als het ware op het oog, op de aanzet van de wimper. Ja? Nou, dan heb ik deze. Dit is een soort penseelding. Kijken of dat bij de andere oog makkelijker gaat. Nee, daar wordt die automatisch al gelijk dikker. Dus ik vind het schuine kwastje dan beter. Zo, nou, het is niet alsof ik dit nog nooit heb gedaan. Mijn ogen, ik heb gewoon vet volhoud hiervan. Of het zat aan mijn vinger, dat kan natuurlijk ook. Mijn ogen lijken hierdoor, ik heb heel erg hooded eyes, maar ze lijken hierdoor wel gelijk ronder. Nou heb ik een kwastje. Nou, heel even een beetje schoonmaken bij zo'n kussentje, zeg maar. Dit is, wacht even, ik zal met dat kleine penseel wel even hier onder de ogen iets doen. Zo voor een kwart, zeg maar. Ja, zo voor een kwart. Deze is van Elf. En dit heet een winged brush. Ik heb vaak geprobeerd om kleine wingetjes te trekken. Dat is heel lastig met hooded eyes. Maar met deze kwast. Ik tip hem erin. Ik volg de lijn onder mijn oog. Het zijn baby wings, hè? Zo makkelijk. Ik doe heel even een mascaraatje op. Heel licht. Want, nieuwe technieken die ik ga proberen. Oh, zullen we het nog even afpoederen? Ik heb hier de Revolution Lace. Waar is mijn puff? Hier zo. In mijn hand. Ik druk de puff erin. Dan tap ik hem een beetje bij mijn pols af. En dan dit heet baken. Ja, even zo. Dat doe ik eigenlijk nooit. En gelijk erachteraan
sweep ik het eraf. Dat doet Nina Ubi ook. Dan weet ik niet of zij een droge huid heeft. Oké, eerlijk. Mijn onderogen zien er flawless uit. Nog even terugkomend op de lippen. Wat doe ik met het overlijnen? Je hebt je liplijn en eigenlijk ga je daar op staan als het ware. Dus niet over je liplijn heen, maar erop en dan een klein stukje net tik je de buitenkant van je huid aan. Deze kant van mijn mond loopt ronder dan deze kant. Maar dat is eigenlijk de clue. Zeg maar, je houdt hem ook zo op je liplijn. En dan tik je als het ware net met de potlood de buitenkant van de liprand aan. Dus niet echt, niet een clownsgezicht maken. Dat is echt niet tof. Dit zijn de nieuwe falsies van Catrice. Die zaten volgens mij in de nieuwe update. Ja, die zien er zo uit. Ik heb zo'n dingetje van de Boozy Shop. Qua grootte moeten ze het ongeveer wel redden. Hoef ik ze niet bij te knippen. Maar ik heb dit nog nooit gedaan, jongens. Ik heb geen idee. Ik doe heel even mijn bril op. Met de lijm erop doen. Nou, weet je wat? Ik heb wel eens gezien dat ze dat dan op hun hand doen. En gelijk ook weer dicht doen. En dat ze dan, als het ware, de wimper er doorheen halen. Ja, ik denk het wel. Even laten drogen. Ik zie er echt. Oké. Clue. Je kijkt omhoog en naar beneden in een spiegel. Nou, en staat mijn spiegel hier. Mag. Oh, hallo. En dan moet je hem in het midden plaatsen. En dan de buitenkant goed doen. En dan de binnenkant. Misschien toch iets te groot. Ik weet het niet.
Wat vinden jullie? Ik geloof niet dat dit mijn ding is. Als ik het zo van ver af zie, denk ik, ja, best leuk. Die lijm gaat van je leven niet meer van je hand af. Maar als ik dichterbij kom, dan denk ik, ja, ik weet het niet. Nou, dat gaat er dus niet af. Nou, dat gaat zo meteen met douchen wel. Oké. Moet ik die andere ook? Wat vinden jullie? Voel me een beetje een drag queen. Het nadeel is dat ik heb dus hele hooded eyes. Dus ik kijk er hier tegenaan, zeg maar. Het staat wel heel mooi. Ik ben wel heel erg opgemaakt. Ik moet zeggen, oké, ik ben wel heel erg opgemaakt. Wat vinden we van de wimpers? Laat even weten of dat een keer moet dragen. Ik weet het niet. Zo, als ik van ver af kijk, dan denk ik, nou ja, best leuk. Maar als ik van dichtbij kijk, denk ik, wow, drag queen. Oké, dus we hebben underpainting gedaan met een highlight en een contour. Die aan deze kant iets minder gelukt is. Maar aan deze kant prima. We hebben de neus gecontourd. Ja, dat zie je eigenlijk niet heel veel van. We hebben de mond groter gemaakt. Alsof ik al niet een grote mond had. En we hebben wimpers opgedaan. Oh, en we hebben gebaked. Dus we hebben een aantal nieuwe we hebben wings gemaakt. We hebben een aantal nieuwe techniekjes gebruikt die ik normaal niet zo snel zou gebruiken. Wat vinden we ervan? Wat vinden jullie ervan? Ik laat het van jullie afhangen. Dit was de video met het gebruik van nieuwe technieken die ik nog niet eerder had gebruikt. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Wat is geslaagd, wat is niet geslaagd? Wat moet ik erin houden, wat niet? Wat wil je nog een keer zien? Wat heb je zelf geprobeerd? Wat zijn tips over hoe ik het zelf... Ik heb wel... Dit is wel snatch nu hoor. Van mezelf is dit... Ik ben natuurlijk wat ouder en ik ben dik hè. Dus ik heb een beetje een blubbeltje. Nou. Maar door dit te contouren... Ja, zie ik het echt wel hoor. Ja. Nou, er zijn toch wel dingen dat je als je zo kijkt, dat je denkt, ja. Ik zie het wel. Nou, goed. Wat ik zei, laat me weten. Wat vond je leuk, wat vond je niet leuk? Wat probeer jij, wat gebruik jij regelmatig? En wat zijn tips waardoor ik het nog zou kunnen verbeteren? Oefenen, oefenen, oefenen natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Dat was hem. Ik ga dit eraf halen. Want, nou ja, goed. Nee, ik ga dit gewoon laten zitten vandaag. Ik ga hier lekker mee koken en het huishouden doen. En
kijken wat de mannen ervan vinden als ze thuiskomen vanavond. En ik ga shakshuka maken. We eten een ontbijtgerecht voor het avondeten. Dus nou ja, goed, dat. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Geef een duimpje als je deze video leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal. Daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doei! Muah.